De Culturele Caravane is een intercultureel festival en dit jaar met het thema licht. Jonge talenten uit de wijk werkten samen met professionals en ze lieten zich inspireren door dit thema licht. We hebben vanavond van je genoten. Gelukkig, daar gaat het om. Hoe ben je daartoe gekomen? Ze vroegen me of ik ook hier wil zingen. En of ik zeg maar nummers ken waar ik het licht in zie. En wat met mijn geloof te maken heeft, islam. En ik zei ja. En nou, daar zijn we hieruit gekomen. En die twee nummers die je hebt gezongen, dat is van een Zweedse, Libanese zanger. Ja. En kende je die? Ja, ik kende die ook. En ik ben er zelf mee gekomen. En ik vind het zelf echt prachtig en vandaar dat ik het ook vandaag heb gepresenteerd. Het laatste van dat liedje, daar ging jij een modulatie doen. Je ging een halve toon of een toon hoger en je wilde dat publiek mee hebben. Hè? Het is leuk dat mensen naar me luisteren en dat ik de aandacht heb. En dat ze misschien, ja, ik hoop dat ze dan weten waar ik over zing. Maar het is ook leuk als mensen zelf dan ook echt meedoen. Want dan heb je ook, dat is een andere samenwerking. Dus niet alleen achter de beeldscherming of beeldscherm, maar ook echt ja, face-to-face met de mensen, publiek erbij trekken, weten dat ze er ook bij horen. Wat betekent voor jou het licht? Licht kun je op heel veel verschillende manieren opvatten. Voor mij als kunstenaar, als artiest, vocalist, denk ik dat het vooral licht is dat wat jij, waardoor je wordt geïnspireerd. Of door wie je wordt geïnspireerd. Dat kan een schrijver zijn, maar dat kan ook mijn buurman zijn. Dat kan een mooi kunstwerk zijn of gewoon muziek. En dat soort dingen, dat zijn eigenlijk hele kleine cadeautjes die je ontvangt. Maar daar ben je soms helemaal niet zo van bewust. En ook dat is licht voor mij. De avond is voorbij. Ja. We hebben genoten van heel veel muziek. Jij bent in het zonnetje gezet. Wat kan je nu nog zeggen? Ja, ik ben eigenlijk helemaal stil. Stil van al die mooie optredens en al dat talent wat hier in Kanaaleiland is. En wat we samen hebben gebracht met artiesten uit andere delen van Utrecht en Nederland. En wat ze samen hebben gepresteerd en hoe ze zich ingezet hebben voor de caravaan, maar ook voor het thema van de caravaan licht. Dat sprak hen allemaal heel erg aan, omdat er toch wat duistere tijden zijn met economische crisis. Niet iedereen heeft het makkelijk. Wat is zo belangrijk en mooi in
het woord licht, want dat komt hier de hele avond te bedden. Ja. Betekent licht voor mij dat je van je binnenste kan ontdekken. Want er zijn veel licht eigenlijk. Buiten zijn heel veel lichten. Maar het belangrijkste licht die je kan ontdekken zit in je binnenste. Er zijn zoveel lichten dat gevangen is in je binnenste. Als je dit kan openen. Er zijn stil enorme energie die jij kan van genieten, van voelen. En voor de gewone man, wat zou je als advies geven? Mijn tips voor gewone mensen en ook voor iedereen natuurlijk. Dat ze gewoon heel stil moeten zijn. Bezieling het leven. En zoek niet buiten het licht, maar zoek in jezelf het licht. Dan zal je heel veel kunnen ontdekken.